Wat je net gezien hebt, is een installatie die in 3 stappen het biogas omzet naar LNG. De eerste stap is een membraansysteem, wat de bulkverwijdering doet van de vervuilingen, met name de CO2, vocht. Wat wij daarna doen, is met de Stirling cryokoeler maken het vloeibaar. In 1 stap, liquefaction zoals dat heet, maken het vloeibaar. En wat we dan, de derde stap, is ook het bijzondere aan dit proces. Doen we een polishing stap, waarin we de kwaliteit van het LNG waarborgen en zorgen dat we een effectief vervloeingsproces hebben. De 3 processen zijn geïntegreerd met elkaar, waardoor we een hele hoge efficiëntie kunnen bereiken en kunnen competitief zijn met bijvoorbeeld de grote fossiele LNG-plant. Ja, wat we daar ter plaatse in Lelystad gedaan hebben, is we hebben van tevoren een aantal simulatiemodellen gemaakt en dit proces uitgedacht, doorgerekend. En op de site in Lelystad hebben we dus het model gevalideerd. We hebben tevens natuurlijk de technologie gepatenteerd en daarmee hebben we dus ook een gevalideerde simulatie en een gevalideerd patent. Ja, wat dit zo bijzonder maakt is dat het fit to purpose is. En daar bedoel ik mee, we zitten op een biogaslocatie waarin biogas gemaakt wordt. Dat wordt gemaakt uit organisch materiaal dat fluctueert in kwaliteit, in compositie, in hoeveelheid, in flow, in temperatuur. Dat hangt af van de seizoenen, van het ritme van dag en nacht. En dat soort fluctuatie moet je dus kunnen opvangen. Dat is 1. 2 is, je zit ook in een omgeving die het nodig heeft om dat installaties eenvoudig zijn. Eenvoudig om te bedienen, idiotproof om het zo maar te zeggen. Dus geen hele hoogwaardige gevoelige technologie, want dat werkt niet op zo'n locatie. Je zit op een agrarische omgeving, waar dingen toch gewoon heel erg simpel moeten zijn. Je hebt geen procestechnologen ter plaatse die het proces bijhouden, bijsturen. Dus het proces moet uit zichzelf inherent stabiel zijn. Dat is wat wij gerealiseerd hebben met deze technologie. Heel praktisch, heel simpel, heel vergevingsgezind, waarin je een hele brede bandbreedte van variatie kan incasseren eigenlijk. Dus het kan gewoon een pak slaag hebben. Ja, ik denk dat wij hiermee deze markt, de small-scale bio-LNG-markt, echt een start gaan geven. En de potentie daarvan die is heel erg groot. We kunnen niet alleen als brandstof voor de transportsector, maar ook als gewoon LNG als, of LBG als energiedrager, als bufferfunctie. Om de energie die we produceren uit biogas, uit methaan of wellicht ook uit windmolens, het methaniseren van windmolens, ook dat is een aspect wat meegenomen kan worden, kunnen we allemaal grootschalig, of laten we zeggen wel kleinschalig, maar door heel veel toch grootschalig bufferen. En het kunnen bufferen en daarmee transporteren van deze efficiënte energiedrager is denk ik heel erg essentieel voor onze toekomstige energietransitie. We zullen niet helemaal vergroenen op hele korte termijn, maar dat is het mooie wel, vind ik, van de LNG of en LBG, is dat die twee volledig complementair zijn. En dat LBG een hele eenvoudige, toegankelijke substituut wordt voor LNG. Dat vraagt geen specifieke aanpassingen aan de infrastructuur. Sterker nog, de kwaliteit, de LBM aan zich, is een premium brandstof. Dus het is beter dan fossiel LNG, beter van kwaliteit, het is zuiverer, geeft ook een betere verbranding in de motor. En het vraagt geen aanpassing verder aan de vrachtwagen, aan de truck of aan alle andere aan de opslagsystemen, wat dan ook. Dus je kunt het heel makkelijk vervangen. Net zoals destijds biodiesel de diesel kon vervangen, kan bio-LNG heel makkelijk het fossiele LNG vervangen. Het grote verschil is natuurlijk wel, het biogas moeten wij maken. En fossiel gas komt gratis uit de grond. Daar zit natuurlijk een prijsverschil in, wat we natuurlijk moeten terugverdienen. Er is noodzaak voor vergroening en daar wordt ook voor betaald. Denk aan de CO2-emissierechten en al dat soort zaken. Nou, daar maken wij natuurlijk gebruik van. En
Anderzijds is het ook zo dat we door te gaan denken in seriële productie, hè, dus een installatie, een technologie te hebben die je op breed toepasbaar is, kun je de kosten ervan, dus de bouwkosten, de beheerskosten, de exploitatiekosten, ook reduceren. In plaats van dat je, wat toch in olie en gas vaak heel gebruikelijk is, dat je een engineered to order productieinstallatie hebt, die je maar één keer eigenlijk bouwt, zetten wij echt in op seriële productie. En daar bedoel ik mee tientallen, misschien wel honderden, dezelfde machines, die we op dezelfde manier bouwen en daarmee schaalvoordeel gaan realiseren, dus kinderziektes eruit. En op die manier dus zowel CAPEX als OPEX acceptabel houden.